Ja, ik hou altijd heel erg van de snelheid. Vind ik altijd gewoon heel gaaf. Het geeft een soort adrenaline. De meeste mensen zien het een beetje als individuele sport, want het is toch een teamsport. En het mooiste gevoel is natuurlijk als je wint over de streep komt. Het geeft een soort vrijheidsgevoel. Je kan even fietsen waar je wil. Ik denk dus de strijd, de wedstrijd, de spanning daaromheen, als team samenwerken. Vanaf de eerstejaarsnieuwelingen ben ik echt begonnen met op de weg rijden. Daarvoor deed ik een beetje veldrijden bij de club. En daarna dacht ik, nou, toch maar weer nog een keer de weg proberen. En toen kon ik toch het peloton bijhouden en toen vond ik het toch wel leuk. En zo ben ik doorgegaan eigenlijk. Ik had eigenlijk altijd wel de droom om profielrenster te worden. Vanaf heel jong af aan al eigenlijk al. Ik was altijd al aan het fietsen. Maar ik merkte vooral ook gewoon dat ik echt veel sterker werd. Het vertrouwen groeide ook heel erg. In de voorbereiding zeg maar voor dit kampioenschap, dan ben je meer gespannen dat iedereen op één lijn zit met je hele team. Iedereen neuzen dezelfde kant op. Ja, dan hoef ik niet meer gespannen te zijn. De ene keer gaat het beter dan de andere keer. Als je goed in je vel zit, dan geniet je er iets meer van. En als je er iets minder in zit, dan gaat het soms iets minder. Ja, ik denk dat ik vaak genoeg heb gehad dat ik bijvoorbeeld mijn sprint verkeerd heb getimed. Of opgesloten zat. Waardoor je er gewoon baalt dat je niet voor de winst hebt kunnen rijden. Dat je dan vierde, vijfde wordt. Dat je denkt dat er dan meer in had gezeten. Pushing Dreams staat niet alleen voor dat pushen richting jouw dromen. Als je je vertrouwd voelt in het team, dan geef die renster of die atleet geeft ze daarin bloot. Als je daar bloot in stelt en je durft dat te delen met je team, denk dat je dan nog meer die droom kunt najagen. We zijn allemaal wel Pushing Dream rensters, denk ik. En wij maken ook met z'n allen het een Pushing Dream ploeg. Ja, we hebben het gewoon heel gezellig eigenlijk met elkaar voor de wedstrijd, na de wedstrijd. Al onze hoofden staan zeg maar dezelfde kant op. We hebben allemaal één doel en dat is winnen. In principe maakt het niet uit wie er dan wint, als er maar iemand voor ons wint. Ja, je presteert vaak als team, ook al sta je zeg maar in je eentje soms op het podium. Maar veel meiden moeten zich zeg maar een soort van opofferen. Dus dan is zo'n teamgevoel heel belangrijk. Wielrennen moet je echt gewoon willen winnen. En als je niet kunt winnen, kan je evengoed een pushing dreams hebben om gewoon zo goed mogelijk te kunnen fietsen. En je in te zetten voor je team en te weten waar je plek zeg maar is in je team. Want een team bestaat niet alleen uit winnaars. Bestaat ook uit knechten, maar ook gewoon uit rijders die voor elkaar willen rijden. We rijden in soort twee groepen, maar ook in je bouwt een wedstrijd op in verschillende fases. Maar het gaat natuurlijk altijd anders lopen dan wij hier met z'n allen bedenken natuurlijk. Het is wielrennen, iedereen wil winnen. En willen winnen is het geloof hebben in die winst. En dat betekent dus dat je dus met z'n allen daar ook echt voor moet gaan. Ik denk dat momenteel iedereen ook wel een klein beetje gespannen is. Omdat we natuurlijk niet weten hoe de koers gaat lopen. Ik denk wel dat er veel aangevallen gaat worden. En dat iedereen gewoon attent van voren moet zitten om daar achteraan te gaan. Als het zacht door de bocht gaat, dan heeft het geen lint. Dus zorg dat het, wat dan ook, ook al denk je van hey, Lorena zit niet in mijn wiel. Waar is ze? Zorg dat je gewoon met snelheid naar die meet gaat. Want hoe harder het gaat, hoe meer het uitgerekt is, hoe beter zij ruimte heeft om haar sprint te kunnen doen.
Ik heb er echt heel veel zin in. En het gaat denk ik nog wel best wel pittig worden. Maar we staan met een hele grote ploeg aan de start. En, dus ik denk dat we daar best wel aan de start staan met echt wel flinke kansen. Zeker met Lorena. Die heeft echt een goede aankomst. Dus ik denk als het sprint wordt en we hebben Lorena bij ons, dan moet het wel goed komen, denk ik. Het mooiste zou zijn, of dat Demi nou is, of Rox, of weet ik wat, dat er één van ons door de bocht gaat en dat je er dan nog twee over hebt. Maar je moet wel voor jezelf hebben dat je aan het einde van de dag kunt zeggen van, hey, ik heb er alles aan gedaan om vandaag het succes van het team de kroon op de werk te zetten. Op de dag zelf van de race, en die finale komt eraan, dan neemt het natuurlijk enorm, ja, de hartslag gaat omhoog, de spanning neemt toe en dan hoop je op een goed resultaat. En als je dan hoort dat we de laatste bocht ingaan en onze sprinter Lorena en Demi rijden daar in die finale mee, dan hoop je natuurlijk dat je gaat winnen. En als je gaat winnen, ja, dan hou ik het niet droog. Test 1, 2, 3. Roxane, hoor je me? Laat maar lekker rijden, meiden. 50 seconden. Communiceren met elkaar, hè? Doen wat we hebben afgesproken. Meiden, probeer nog één keer naar voren, hè? Kom op. Gewoon alles geven. Het moet naar die 10 seconden. Meiden, helpen nu, hè? Kom op. Geloof erin hebben. Ja, niks aan de hand, hè? Ja. Het gaat nu keihard. Vos en Van Vleuten gaan nog proberen, hè, meiden. Kom op, hè. Kom op. Jezus, als we dit winnen, 50 meter, meiden. Het voelt top, top, top. Ik denk dat iedereen ervan droomt om een goede renster te zijn en te worden. En dat je dat samen kan doen, dat is heel gaaf. Ja, voor mij is het gewoon het hele spelletje. Dat je als team rijdt en dat je uiteindelijk ook wint. Gewoon door tactieken te bespreken en dat soort dingen. Dat het plannetje gewoon werkt. Dat is denk ik het mooiste ook aan wielrennen.